on. I've got the bag. But if you close your eyes. Hele goedemorgen. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag. En het is nu rond 10 uur. Ik ga zo meteen naar het ziekenhuis toe. De reden waarom is. Ga ik niet aan. Ga ik op dit moment even niet vertellen. Want het is gewoon best wel privé. Maar ik ga daar ook niet vloggen. Ik laat mijn camera gewoon lekker thuis. En als ik terugkom, ga ik weer vloggen. Dus ik ga er zo meteen vandoor. En dan spreek ik jullie later. Inmiddels ben ik weer thuis aangekomen. Ik ben net terug van het ziekenhuis. En ik ga zo meteen mijn laptop pakken en de oplader pakken. En dan ga ik lekker wat vlogjes monteren. Super zin in. En ik ga mijn laptop dus pakken en dan lekker beneden met mijn koptelefoon de vlog monteren. Niet deze vlog, maar andere vlogs. En ik heb me even snel omgekleed ook net. Dit shirt van Metallica van mijn zusje. Die had ze ooit een keer gekocht bij de H&M. Die heb ik nu even aan, maar ik ga zo meteen switchen naar mijn roze trui. En dan ga ik lekker de vlog monteren. Daar heb ik super veel zin in. Ik hoop dat deze vlogs trouwens wel een beetje leuk zijn. Ik ga trouwens maandag iets super tof doen. We gaan namelijk met z'n viertjes naar een pretpark. Naar Hellendoorn. En met z'n vier bedoel ik Tim, ik en Ian en Jameer. Gaan we gezellig met z'n viertjes naar Hellendoorn. Super veel zin in. En ik ga mijn laptop even pakken en dan ga ik lekker de vlog editen. Dus ja, tot zo. Echt goed bezig. De eerste vlog is al geüpload bijna, nog 5 minuutjes. En die andere vlog is nu aan het opslaan. En dan, deze vlogs hebben jullie al lang gezien. Dus ga die zeker even checken als jullie deze vlog en... En die andere vlog, die jullie hier zijn... The heck. Oké, en deze vlog nog niet hebben gezien. Linkje vind je in de beschrijving. En ik ben echt productief bezig. Inmiddels ben ik alweer thuis. Het is nu rond 6:15. En we gaan lekker eten. We gaan aardappeltjes eten. En vlees en groenten. Super zin in. En daarna gaan we weer naar het ziekenhuis. Dus dat. En mijn laptop is dicht. Ik ga lekker eten en ik spreek jullie zo weer. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag. Ik kom net terug van het ziekenhuis en ik heb daar dus niet gevlogd. En ik ben daar ook niet van plan om te gaan vloggen. Dus ja, omdat er zijn ook wel een aantal dingetjes die jullie niet zien. En dit soort dingen. Ik heb het hele weekend daar wel aan besteed, dus daarom is de vlog ook niet zo heel erg leuk geworden. Maar daar kan ik op dit moment ook heel vrij weinig aan doen, omdat ik niet in het ziekenhuis ga filmen. Omdat daar mensen liggen die niet op beeld willen of pijn hebben of watsoever. Ik ga dat dus niet filmen. Omdat ik het best wel, dat zouden jullie als mijn kijker ook niet doen als een van jouw familieleden in het ziekenhuis ligt. En op dit moment wil ik gewoon alle aandacht en tijd wil ik daaraan geven. Ik denk dat sommige mensen me wel op Snapchat volgen en die weten dit. Ik maak af en toe wel een foto, maar van diegene, weet je, het is mijn zus die in het ziekenhuis ligt. Voor de vraag krijg ik het niet heel erg, maar ik bedoel, ze moeten wel een paar dagen blijven. Maar dat zulke bezoekjes film ik gewoon niet. En daarom is deze vlog ook voor jullie misschien heel ruk om naar te kijken. Maar ja, dit heb ik nou eenmaal in mijn weekend gedaan. En morgen wordt wel echt een superleuke dag. Want dan ga ik naar Hellendoorn. Dus daar heb ik super veel zin in. Maar ik ga zo meteen even mijn telefoon opladen. En dan eventjes wat eten. En dan gaan we die kant weer op. Dus ik ben niet van plan om dan daar ook te gaan vloggen. Dus misschien is deze vlog best wel ruk. Maar ik probeer gewoon wel het allerleukste van te maken. Ik ga proberen om toch nog iets te maken van deze vlog. Misschien komt vanavond in. Dus misschien is het toch nog wel een leuke vlog. Dus even genoeg over het ziekenhuis. Dus wat draag ik op dit moment? Deze top van
Stradivarius, die heb ik gekocht toen ik met je weer naar Amsterdam ging. En hier zitten verre vlekjes, en hier, en hier, en hier een tekstje. Nou, deze broek van de Werska, die kennen jullie. En de fans, die kennen jullie ook. Dus ik zet jullie even neer. Wow, ik zet jullie even neer. En ja, ik ben ook echt super blij met de bag. Want ik had ook getweet van, I've got the bag. En voor de mensen die het wel weten, wat je misschien niet goed zag, is deze toch. Super leuk. En die wilde ik al best wel lang. En die was maar een tientje. En ik liep echt in de winkel, liep ik zo. Van mij. Dus die heb ik gekocht. En natuurlijk gaat trouwens ook mijn vlogcamera morgen mee naar Hellendoorn. Daar heb ik super zin in. Ga ik natuurlijk ook vloggen en dat soort dingetjes doen. Dus, ik ga even lekker wat eten beneden. En dan, ja, ga ik lekker eten. En dan ga ik eventjes lekker YouTube video's kijken op de laptop. En dan ga ik weer terug naar het ziekenhuis. Dus ik probeer niet zoveel mogelijk mee te nemen. Maar sommige dingetjes kan ik gewoon echt niet filmen. En dat wil ik ook niet filmen. En dat wil ik niet met de hele wereld delen wat er nu gaande is. Maar ja, ik spreek jullie zo weer. Een paar uur later, voordat ik het laatst heb gevlogd. Het is nu 5:45. Zo voor een paar minuten kan die klok eraf gaan. Sorry, ik ben dus nu de vlog aan het monteren die jullie nu zien. Let's check. Kijk. Oeh. Ik hoop dat ik heb dat weer bestaan. Maar ik ben dus nu een deel aan het bewerken dat ik het ga. Die klok gaat af dus. Moet je dat ik die, wat ik zeg maar, mijn outfit laat zien, wow. Dat ik het heb over het ziekenhuis. En daarin vertel ik dat ik het niet ga filmen. En dat ik het ook niet leuk zou vinden. En bla 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 bla. Daar wil ik nog wel iets aan toevoegen. Van, stel, jij zit in zo'n situatie. Als jij vlogt, dan ga jij ook niet vloggen. Dit soort dingetjes. Ik heb erover gekozen. Stel, er gebeurt wat in mijn familie. En ik heb het al van tevoren gezegd toen ik begon met YouTube. Als er wat gebeurt in de familie wat ernstig is, film ik dat niet. En het is al 2 keer voorgevallen dat zoiets is gebeurd. Er is een moment geweest dat mijn opa niet in het ziekenhuis lag. De moeder van mijn stiefvader. Dat heb ik allemaal niet gefilmd. Omdat ik denk van, weet je, het gaat jullie niks aan. Wat er aan de hand is. Tuurlijk, ik heb het er weer over en misschien is het dan ook wel raar dat ik het over heb in een vlog. Maar het hoort er toch wel bij. Bij mijn leven. En ik ga dat niet voor, ik denk van, weet je, laat maar, weet je, zoek het uit. Dat ik dan denk van, nee, ik wil jullie ook gewoon op de hoogte houden. Maar ik ga niet in het ziekenhuis filmen. En daar is het best wel een struggle. Omdat ik weet van, ik ga hier sowieso iets over, een opmerking over krijgen in de comments van ja en film en bla bla bla. Maar sorry, maar dan vind ik gewoon echt dat je respectloos bent tegenover mij. Of tegenover wie dan ook. Want je zegt dat niet zomaar. Want je zou zelf maar in zo'n situatie zitten. En dat soort dingen. En het klinkt nu heel hard. En normaal ben ik heel lief. Maar soms ben ik er zo klaar mee met het oordeel van andere mensen. Die dan zeggen, ja, en ik zou het ook filmen. Nee, je zou het niet filmen, want je hebt alleen maar een grote bek. Sorry, maar je zou, als jij echt om je familie geeft, dan film je dit soort dingen niet. En af en toe deel ik wel iets op Snapchat, een foto of whatsoever dat ik weer ben. Maar dan laat ik de mensen niet zien. En dan zeg ik ook tegen diegene van, goh, hey, kijk, ik heb een foto van je gemaakt. Mag die op Snapchat? En dan zegt diegene ja of nee. Maar ik ga niet zomaar zo binnenkomen vallen met, hallo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben in het ziekenhuis en kijk al deze mensen. Nee, er is een grens. En die grens zit tot aan de deur en verder niet. En daarom heb ik ook besloten dat ik niet ga vloggen in het ziekenhuis of omtrent het ziekenhuis. Want het gaat jullie gewoon niks aan wat er binnen is. En natuurlijk, het klinkt heel bozig. Wat ik nu zeg. Maar zo bedoel ik het ook niet. Maar het is meer van, dat ik het toch wel even gezegd heb. Ik ben niet boos. Of wat zo even. Maar ik wil het gewoon gezegd hebben. Oké. Het is nu 5:05. Ik ben al 5 minuten aan het brabbelen.
Ik denk dat ik zo meteen even live ga op Instagram. Daar heb ik wel zin in om even live te gaan. En dat soort dingetjes. Dus dat gaan jullie ook zo meteen zien. En de doggies zijn uitgeteld op de bank aan het liggen. Dus ja. Dus dat wilde ik heel even gezegd hebben. En ja, we gaan volgens mij vanavond Bami Noodle shit eten. Bami Kwa gaan we eten. Super lekker. I love it. Dus ik ga even live op Instagram even wat leuke vraagjes beantwoorden. En dan gaan jullie zo meteen zien. Dus tot zo. Oké, ik ben dus nu aan het live gaan op Instagram. Maar ik wil jullie even wat vertellen. Want als ik naar mijn YouTube account ga. Kijk, bijvoorbeeld ik ga naar de video van IMay. Dan klik ik erop. En dan heeft hij een bewegend beeldje. Is dit nieuw? Want dit is me nog nooit opgevallen. En bijvoorbeeld als ik naar de vlog ga van Elise. Dan klik ik erop. En dan gaat hij ook weer doen. Dus ik denk wel dat dit nieuw is. Dus dat wilde ik even mededelen. Hallo. Hallo schat. Hallo. Nee, dit mag jij niet. Dit mag jij niet. Zat jij net lekker op mijn werkplek te zitten? Ja. Jij wil dit, hè? Jij wil dit. Mag niet. Dat mag jij niet. Oké, bye. Inmiddels is het alweer een paar uur later en ik ben hier in mijn kamer. Ik ga nog even mijn kamertje een beetje opruimen, want dit is allemaal weer troep. En dat moet allemaal weer in deze kast. En ik ga morgen namelijk weg, dus morgen heb ik ook niet de hele dag tijd ervoor. Ja, bij deze sluit ik de vlog af. Ik hoop dat jullie hem toch nog wel eens een beetje leuk vonden. Naar omstandigheden, wat er afgelopen weekend is gebeurd. Ik ben was eigenlijk eerst van plan om dit helemaal niet te uploaden. Maar dat heb ik uiteindelijk wel gedaan. Omdat ik denk van weet je, je gaat niet elke dag iets leuks doen. Je hebt ook wat minder momenten, je hebt ook wat dit soort momenten. Dus ik ga het lekker voor jullie gewoon lekker uploaden. Ik verwacht niet dat hij hele hoge cijfers gaat krijgen. Maar het hoort er toch een beetje bij. En morgen ga ik naar Hellendoorn, dus daar heb ik super veel zin in. En dat gaan jullie natuurlijk ook zien in een andere soort vlog op mijn kanaal. Maar dat later. Dus dat, ik ga nog even deze bende opruimen. En dan ga ik jullie alvast vaarwel zeggen. Dus, vond je deze vlog leuk? Doe me een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Dus tot volgende vlog. Doei!